een neus, schatje? Deze klik? Ja. Laat jij maar gauw doen. Is goed, hè? Nou, Luxie vindt het allemaal goed, zie je dat? Heeft Luan het mutsje opgedaan? Spuugt een beetje. Dikke duim omhoog voor Luan en Lucilla. Goedemorgen. Welkom in deze nieuwe vlog, Pippi. Een kusje. Een gekke pootje. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag de 5e kraamdag van de kraamweek. En de kinderen die liggen boven nog te slapen. Zullen we eens even gaan kijken bovenheen? Laat ik jou even hier. En ik ga eens even kijken. Het is hier nog behoorlijk stil boven. Alle kinderen slapen nog. Alle slapen nog. Lucilla is vannacht boven bij ons in bed beland. En Luxie slaapt ook bij ons boven. Dus we gaan eens even kijken of hier nog alles stil is. Kijk dan hoe schattig. Voor 7. Dus ik laat ze nog even lekker liggen. Lucilla hoeft vandaag niet naar het kinderdagverblijf. Luxie natuurlijk sowieso niet. En dan ga ik nou even Luan wakker maken. Want Luan moet vandaag gewoon naar school. Kom, vooruit jongen. Vandaag school. Helemaal goedemorgen allemaal. Lekker aankleden. Goed zo. Lieve zusjes, hè? Ja. Van jouw twee zusjes, hè? Zullen we ze nog even laten liggen? Want ze hoeven niet naar school. Nee. Nee, niet. Nee, de kleine zusje die hoeft echt niet naar school. Nee. Dat duurt nog even, hè? Ja. Laten ze nog even lekker slapen, goed? Gaan we nu een broodje eten? Ja, is goed. Kom maar. En zijn de pupjes. Dit is een ontbijtje. Een kopje thee, boterhammetje. En een lekker. Drijf. Mandarijntje. Ik ben een kopje koffie. Goedemorgen, papa. Ook goedemorgen. Papa is alweer aan de koffie. Ja. En dit is mijn lekker ontbijtje. Een kopje thee met een yoghurtje. Met muesli en lekkere druifjes. En papa heeft net van zolder zijn prinses opgehaald. Daar is prinses Lucilla. Goedemorgen. En prinses Luxie. Want ze hebben samen uitgeslapen tot 7:30. In het grote bed. En nou mag ze nog even lekker knuffelen bij broer. Nou, ik ga deze rakkertjes uitlaten. Wil jij wel ook lekker even wandelen, hè, met je zus? Pip, ga je mee? Het heeft lekker voor. Ik heb de auto gestart. Zodat de ramen zo meteen ontdooid zijn. En ik ze niet hoef te krabben. Als ik met Luan naar school ga. Nu even lekker plasje op het grasje. En ja, dan moet ik om 9:20 op het stadskantoor zijn om onze lieve Luxie te registreren. Nog even knuffelen met zusje. Voordat Luan ook naar school gaat. Oh, hoorde je dat? Dat was een poppie. Of een plasje. Nou, ik denk dat het een klein poppie was. Heb je een poppie gedaan? Heb je een poppie gedaan? Zullen we even kijken? Dan heb je niet pijn in je billetjes, hè? Oh, nee, hè? Zullen we even kijken? Hallo, schatje. Hallo, schatje. Hallo. We hebben ook een lieve baby. Een hele lieve baby.
Deze kleed? Ja, op het kleedje. Nou, eens even kijken wat er in, in de luier zit. Eens even kijken wat erin zit. Toen we de eerste keer de poepjes gingen... Oh, niet zwart. Ja, even trekken. Ja. Zo, ik doe deze. Ja, die. Nee. Zo. En nou, de broekie uit. Ja. Hey, kijk, daar heb je wel een handschoen. Nee, dat een handschoen. Zo kaal is ze nog. Nou, nou ze heeft best nog wel wat haartjes hoor. Ja. Maar mama denkt dat de haartjes wel gaan uitvallen, want dat was bij jullie ook zo. Jullie hadden eerst haartjes en toen vielen ze uit. Totdat jullie 1 jaar werden en toen pas groeiden de haartjes weer. Oké. Okay. Die naar boven. Even die naar boven. Dan leggen we even deze doek weg. Anders dan wordt misschien de doek wel een beetje vies. Ik wil een schone luier omdoen. Ja, maar eerst even. Ik ook. Kijken wat erin zit. Oh, ze hebben ook alweer gespuugd. Kom maar even een spuugdoekje. Oh, die nee, doek. Ik heb ook een luier. Okay. Ja, hier. Loop het ook op de kleedje. Een beetje spugen. Een beetje melken. Hey, ja. Zo. Dat is een poepie of een blasje? Ik denk dat dat een poepie is. Dat is een poepie, hè? Ja. Ik wil een luier. Ja, kom maar, wil je plakken? Ja, ik wou de luier doen. Ja, jullie mogen allebei je lipje dicht plakken. Ja, zo. Jij die. Plak. Keurig. Nou, maar even de knopjes weer dicht. Dat kan broer goed, hè, Luxie? Dat kan broer heel goed. Ik kan ook heel goed. Je kan ook, jij mag zo de sokjes doen, hè? Die kan jij ook heel goed. Kijk eens. Ja, jij mag ook een mutsje doen. Heb jij ook een mutsje? Die past jou toch niet? Gekke Lucilla. Ja, kaartje aan de achterkant, hè? Ja, ja. Ik heb zo koud in. Zo. Voetje, pak je het voetje. Pak je alleen het voetje. Dan trek je hem zo aan. Oh, dat is een baby, jee. Ja, dat weet je wel. Ja, en dan mag Lucilla de sokjes doen, hè? Kijk, ze vindt het ook allemaal goed, hè, wat jullie doen. Ja, zo. Met het hakje naar beneden. Zo? Ja, zo ja. Jullie zijn echt een goed team samen, jongens. Ja. Heel goed voor zusje zorgen. Keurig. En Luxie vindt het allemaal goed, zie je dat? Ze vindt het helemaal fijn dat jullie haar zo goed verzorgen. Heeft Lucilla al het mutsje opgedaan? Hé? En Lucilla doet de sokjes aan. Pak je het hakje? Zo. Ja, ik bedoel. Zo optrekken. En dan een broekje. Over een broekje. Goed zo, Lucilla. Heel goed. Je spuugt een beetje. Goed zo, zachtjes. Keurig, kinderen. We kunnen dit wel vaker doen. Dit kunnen jullie zeker vaker doen. Mama heeft Ina helemaal niet meer nodig. Ja, hoeft Ina niet meer nodig. Nee. Mama heeft hier een superteam. Heel goed. Truitje naar beneden. Goed gedaan, jongens. Hé, hey, dikke duim omhoog voor Leon en Lucilla. Toppie. Lucilla ook even knuffelen. Niet zo, Lucilla. Ze zijn zo wel, hè? Het speentje. Ja, dat hoor je, dat geluidje, hè? Ja. Nou, Leon doet de schoenen aan. Ik ga weer naar school. Leon gaat weer naar school. Je hebt goed geholpen, jongen. Maar een kusje aan de meisjes. Veel plezier op school. Tot straks. Ja. Nou jongen, veel plezier op school, hè? Ja. Tot vanmiddag. Het is niet te voorspellen. Soms is ze als een leer. En soms als een zonnig seizoen. Vaak tot een vrieste is zo weer een nacht. Zolang ze bij mij is, verveel ik me nooit. Zij is de zon en de maan voor mij. Zij is het beste van allebei. Parkeerbonnetje gehaald. En in de auto. Op naar het stadskantoor. Kijk, het vriest zo hard. Er ligt een laagje ijs. Zullen we gaan schaatsen of niet? Zo, nou. Nou, iemand gefeliciteerd? Ja, dankjewel. Ja, en ik kom een jongetje mijn dochtertje registreren. Luxie. 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 Daar ben ik haar. Ja. Hadden jullie al kinderen? Ja, ze is de derde. Mijn zoontje van 5, Luan. Mijn dochtertje van 3, Lucilla. Oké. Okay. En nu dus nog een dochtertje. Een dochtertje. Een Luxie. Ja. Ja, leuk. Okay. Dus, ja. En ben je inwoner van Zwolle? Ja, zeker. En gehuwd? Gehuwd. Gehuwd, oké. Okay. Ik ga even een formulier voor jou ophalen. Die mag je zo even invullen. Ik ben alleen het huwelijksboekje vergeten. Nog eens. Ja, dat is niet zo grappig. Alles bij me. Ja. Denk, oh ja, het huwelijksboekje.
Nou, graag gedaan, Luxie. Ja. Aan. Mag je het formulier invullen? Ja, super. Alsjeblieft. Dank je. Dan ga ik jullie gegevens erbij halen. Het is koudboot, joh. Ja. Ja, ik weet het. Ligt een mooi laagje ijs. Oké, en de naam van je dochter is alleen Luxie? L-U-X. Ja. Y. Zijn er meerdere namen? Ja, en dan Esther. S-E-S-T-H-E-R. Met een H erbij. Ja. En dan Michelle. M-I-C-H-E-L-L-E. Ja. En dan Bellingham. Luxie, Esther, Michelle. Ja, goed. En wanneer is ze geboren? Zij is geboren op 08-02-2018. Dus dat was donderdag. Ja, afgelopen donderdag. Het tijdstip? 15:30. Precies, half vier 's middags? Yes. Oké. Okay. 15:30 precies. Oké, hebben we. Nou, volgens mij gelukt. Dank je, Edwin, geweld. Nou, deze even hier neerleggen. Oké. Okay. Hiermee. Dank je. Ja. En mooi. Nou, zet ik mijn handtekening erbij op. Nou, Luxie, welkom in gemeente Zwolle. Ja. Een blauw vinger erbij. Ja, nog een blauw vingertje. Ja. Mijn kleine dochter is geregistreerd in gemeente Zwolle. En ik ga nu naar de stad om de iPhones X personalisaties af te gaan maken. Dus ga gezellig met mij. Ik ben wat vroeg. De Rabobank is wel open, dus ik ga nu ook voor mijn lieve prinses Luxie Bellinga een spaarrekening openen. Als vader vind ik het eigenlijk altijd gelijk belangrijk, dat heb ik ook gelijk met Luan gedaan en ook gelijk met Lucilla, dan een Rabobank kinderspaarrekening voor ze te openen. Zoals mijn ouders dat vroeger ook deden, dus ja. Ga ik dat nu maar gelijk doen, nu de winkels toch niet open zijn, maar de Rabobank al wel. Hier zit ik dan in de Rabobank spreekkamer met een lekkere dubbele espresso. iPhone KPN, die wacht maar eventjes. We gaan eerst even het spaarrekeningetje openen voor ons pasgeboren Luxie. Luxie slaapt lekker in de box. Kijk, hier ligt ze lekker te slapen. Ze slaapt trouwens heel erg veel. Dat komt ook omdat ze wat eerder is geboren. En daardoor slaapt ze meer dan dat ik ben gewend bij Luan en Lucilla. Maar Lucilla en ik gaan wat heel leuks doen. Nou, wat gaan we doen? Wat wil jij graag doen? Gaan we lekker doen. En welke heb je uitgekozen? Die, hè? Want daar zit, wat zit daarin? Glitters. Glitters. Je wil een glitternagellakje op. Nou, dan gaan we samen nagellakken. Mm. Die heb je zelf uitgezocht, hè? Da-da, poepie, pada, doody. Daar komt hij, hè? Dat is... Nou, leg je nageltjes maar neer. Dat is toch... Dan moet je niet bewegen, hè? Nee. Het gaat wel makkelijk erop, dit, hè? Ja. Ik wil ook helemaal leeg doen. Nee, maar dat gaat niet. Je moet je nageltjes plat houden. Ook open, ik helemaal leeg doet. Ja, heel goed. Heel groot bed. Ja, leg maar even gewoon zo neer, dan gaat mama even feunen. Kijk, die zijn mooi geworden. Mooie nageltjes, moeten we wel een beetje voorzichtig doen, hè? Want ze zijn nog een klein beetje zacht, goed? Dat zijn jouw nageltjes. Nou, Lucilla zit hier eventjes met de handjes heel braaf op dit blad om de nageltjes te laten drogen. En ja, Ina is er ook weer. Kijk, goedemorgen. Er is ze ook weer. Kijk, want dit is het kraamboek wat Ina dus iedere keer bijhoudt. Niet alleen van de baby, maar ook van mij. Kijk, dit is bijvoorbeeld dag 6. En hier houdt ze bij van hoe het met mij gaat en hoe het met de voedingen gaat. De blauwe lijntjes de pols. De blauwe, het blauwe lijntje is de temperatuur. En het rode lijntje, dat is de pols. En de hartslag is dat, zeg maar. Dus dat houdt ze ook iedere dag bij. Dat is van mij dan. Kijk, en hier heb je de tijden van wanneer ze dus voeding heeft gehad. Wanneer de luidjes zijn verschoond. Hier zie je ook van de baby van gisteren. Hoe ze dan nog keek. Dat het hielprikje is gedaan. Dat er 10 gram bij is wat haar gewicht betreft. En zo hou je dat iedere dag bij hoe het met de baby gaat. Dit is het grafiekje van Lucilla, van haar gewicht. En je ziet hier in dit groeigrafiekje, zo is ze dus geboren, 27,50. En in de eerste paar dagen valt het babytje altijd af. Dus ging ze hier weer naar terug. En vanaf de eerste dag is ze weer een beetje aangekomen. En we zijn benieuwd zometeen of ze zometeen ook weer ietsjes is aangekomen. En dan na ongeveer een weekje of zo zit ze weer op geboortegewicht, denk ik, hè? Ja, kan. Maar kan maar 2-3 weken duren. Oké. Okay. Maar dit is dus normaal, hè? Dat is eerst even afvallen. De eerste 4 dagen vallen ze altijd af. Ja. Oké. Okay. Ik zag aan de kast nog een lekkere
appeltaartmix liggen. En toevallig hebben we de ingrediënten allemaal nog in huis. Kijk, we hebben hier de appeltjes, kaneel, wat rozijntjes en wat boter. Dus we gaan even een lekker ouderwets appeltaartje maken. Zo doen, hè? Zie je dat? Met de ene hand moet je dat vasthouden. En dan zo. Ja? Zo. Eet hem op. Kijk, blokjes. Nou, mag je kaneel erin doen? En mag ik ook kaneel doen? Ja, doe maar in. Zo, allemaal? Oh ja. Allemaal. Goed zo. Doe maar roeren. Kijk, lekker smaken. Is het lekker? Hapje proeven? Nee hoor. Nee? Ik ga het doen. Ja, dan moet je er even terug doen. Dan zit alles eruit. Doe maar weer. Goed zo. Goed zo. Is een beetje strak. Is een beetje strak, een beetje zwaar. Als je zo schept, is een soort schepje. Zoals je ook een zandbak schept. Ik ga het doen. Ja, doe maar zelf. Het is wel lekker wel op zand. Ja. Hop. Hop. Zo. Het balletje weggaat. Ja, doe maar. Is er één. Moet je toch makkelijker kneden. Dan moeten we zo meteen met de handjes gaan kneden. Dat is wel een beetje vies gevoel hoor. Zo. Hop. En dit moet nog bewaren. Dit moet het beslag worden. Ja, Ina is aan het dweilen, schatje. Dit is de iPhone X van papa Daniel. Kijk, met mijn druifjes. Johan, Lucilla, Luxie. Nog even naar de KPN winkel voor de iPhone X updates. Om te kijken dat ik alle telefoonnummers oververhuis naar ons nieuwe toestelletje. Ja, morgen is het Valentijnsdag. En natuurlijk, dit iPhone cadeautje is voor Varen eigenlijk het mooiste Valentijn. Maar goed kijken of ik toch nog iets leuks kan vinden voor Valentijn bij de Hunkemuller. En natuurlijk een Valentijnskaart. Ja, vloggen ben ik natuurlijk heel goed, maar voor mijn vrouw nu iets uitzoeken voor Valentijn, wat gaat ze dan leuk vinden? Vind je dit wat, schat? Oh, Sil, ben je weer lekker aan het tekenen? Wat heb je die mooi ingekleurd? Elsa blauw en Anna rood. Ja. Wauw. Elsa moet helemaal blauw en Anna moet helemaal rood. Anna helemaal rood. Echt mooi gedaan, Sil. Maar die ook nog? Nou, Lucilla is hier lekker aan het tekenen. En Ina is het stofzuigen. Hey. Ik bel Varen even voor de exacte cupmaten. Ik vlog het nu ook even. Nee, ik ben eerst aan de KPN geweest. Maar morgen is het Valentijnsdag geweest. Ja, tegen de vlogcamera. En ik bel je nu even, want ik moet even weten wat is je BH-maat en je stringmaat. Ik heb mijn keuze kunnen maken. Voor deze. Ik hoop dat je mooi bent, hè? Geslaagd. Nu nog een rode bos rozen en een Valentijnskaartje. En dan terug naar huis, want 12 uur heeft Ina de kraamverzorgster. De lunchlaar. Neem dit mooie Valentijnskaartje mee. I love you. Nou, nu nog even op zoek natuurlijk naar een bosje rode rozen. En dan ben ik klaar om naar huis te gaan. Er is hier geen rode rozen. Ze hebben hier wel allemaal andere dingen. Nou, terwijl de appeltaart lekker in de oven staat, is net de postbode weer geweest. Want jongens, ik had niet zoveel kleertjes in maatje 44. Ik had 3 setjes 44. Maar we hadden natuurlijk geen rekening mee gehouden dat ze zo klein zou zijn en dat ze zo lang ook zo klein zou zijn. Dus ik heb eigenlijk alleen maar deze setjes. En Ina die is wel heel lief iedere dag die kleren aan het wassen, zodat ze iedere keer weer schone kleertjes aan heeft.
Maar ik heb natuurlijk niet zoveel setjes om af te wisselen. Dus ik heb gisteren even een bestelling gedaan. En ik heb wat leuke kleertjes net binnen gekregen. Ik zal ze jullie even laten zien. Kijk, het is van Derkje. Dus maat 44 heeft ze nu dus. En ze zal de komende tijd ook nog wel maatje 44 hebben. Want zo heel hard groeit ze op het moment niet. Dus is dit shirtje. Met dit broekje erbij. En dit shirtje. Met dit broekje erbij. En dan dit jurkje. En er hoort dan nog een broekje bij. Maar die komt nog later. Want er was wat mis met de levering. Kijk, want hier is ze, jongens. Ze heeft nu dus ook gewoon maatje 44 aan. En die zit gewoon perfect. En maatje 50, hebben jullie gisteren een vlog gezien, is gewoon nog veel en veel te groot voor haar. En dan gaat ze de komende tijd het nog echt niet inpassen. En om dan maar met 3 setjes te doen, dat is echt vrij weinig. Omdat je toch iedere dag een nieuw pakje aan heeft. Omdat ze, het pakje wordt vies. En dan schat je. En ze spuugt er ook een beetje op. Dus ze moet iedere dag wel een schone kleertjes aan. Dus daarom heb ik nog even wat extra maatjes 44 gekocht. En die gaan we zo aandoen. We gaan er sowieso weer eventjes wassen. Mama. Er even naar Timmy-tup. Ja, mama gaat de kaartjes eraf halen. En dan kan ze een mooi nieuw setje aan. Is ze weer wakker? Ja, dan kan ze weer een mooi nieuw setje aan. Oh, ze is zo lief. Of is ze zo lief. Lief. Ze is zo lief. Even knuffelen met zus. Daarom heb ik de moesje op. Oh, dit mama even afgedaan net. Met net zo ogen. Ja. Oh, kijk, ze doet een gaapje. Oeh. Oh, op het pupje. We gaan zo even lekker een badje. Hè? We gaan zo even lekker een badje. Ik ook. Ja. Ga je mama helpen samen met Ina? Ja. Ja, hè? Schatje. Dan kan je hartstikke goed, grote zus. Mooi muziekje aan. Hartstikke goed. Dat vindt ze heel leuk, hè? Kijk. Zie? Daar kijkt ze naar. Het speentje. En de appeltaart is klaar. Het ruikt al heel lekker hier. Dus die zetten we eventjes hier neer. Voor straks, als Daniel ook thuis is. Lekker, lekker. Nou, en ik ben weer eindelijk veilig thuis. Hey, ik kom daar thuis. Papa. Wie is dat? Hey, papa. Oeh. Heerlijk. Dat vindt ze lekker. Oh, die oogjes, hè. Vindt ze heel lekker. Gisteren viel ze bijna in slaap. Heel Lucie. Ga maar lekker paddelen. Ik ga de hondjes even uitlaten. Hij gaat lekker wel. Nee, je naakt lekker zal droog zijn. Nou, wat lekker. Neem die veulens mee. Ja, ik doe de veulens en de hondjes. Tot zo. En er staan hier nog 2. Jullie willen nu lekker wandelen, hè? Even een blokje met jullie lopen. Nou, kom maar op, puppies. Nou, vader zegt, jouw Valentijns cadeautje is deze vers gebakken appeltaart. Nou, is er ook lief. Ze zeggen dat het liefde van de man door de maag gaat. Dus dat heeft mijn liefste weer heel goed gedaan. Dat heb je weer heel goed gedaan, mijn lief. Morgen wordt het Valentijn. Mag hier aan de kaart in zijn kant, toch? Ja, natuurlijk, mevrouw Prins. Kijk eens, mevrouw Prins. Hier is de kaart. Nou, Ina zegt al, voordat ik naar huis ga, Varen moet wel naar bed. Ja. Schat, het is kwart over 1. Ja. Varen gaat lekker slapen tot 3 uur. Nee. Ina legt je in bed. Ja, ik blijf bij jou en Luxie. Ja, voordat Ina weggaat. Mama gaat even een slaapje doen. Ja. Voor de zwangerschap. Ja. Zwangerschaps, dan ja. Weer, Ina, dankjewel voor mijn vrouw in bed leggen. En tot morgen, hè? Nee, maar je gaat wel naar boven. Je gaat nu gelijk mee. Ja, ken je. Ina, hebben we een huis. Ina, tot morgen. En vader gaat naar boven. Lekker slapen. Oh, schat. Ga al, jeetje. Ja, nee. Ina, kijk, ze gaat echt naar boven, Ina. Ze gaat naar bed. Tot morgen. Doeg. Slaap lekker, prinsesjes. Ik let op Luxie. Slapen, hè? Ik ga hem Ina bellen of dat wel mag, hoor. Volgens mij mag dat helemaal. Hallo, snap met die camera. Ina, zie je dat Ina? Nou, neem je baby maar. Kan ik met John de Mol boeken lezen? Maar ik wil nog even het nieuwe pakje laten zien. Nee, ja. Dus ja, ik wil nog even, voordat ik ga slapen wil ik je nog even het nieuwe pakje laten zien. Wat ze nu net aan heeft. Ja, Ina, Daniel is mijn plagen, jongens. Dit is plagen, hoor. Kijk, dit is haar nieuwe pakje wat ik vanochtend heb binnengekregen. Super schattig. En die paste precies. Maatje 44. Mooi pakje. Een mooi pakje. Nou, ik ga nu naar bed dan, jongens. Nou, ik zeg het weer. Mag Luxie bij mij blijven? Hier, daar zie je. Nou, ja.
Lekker. Laat Luxie maar bij mij. Doeg, jongens. Okay. Ik zorg voor de pups. Jij voor de kinderen. En ik haal u wel van school. Doeg. Tot 3 uur. Lekker slapen, prinses of papa. We gaan allemaal slapen. Alle meisjes gaan slapen. Slaap lekker, meisjes, papa. Dan kan ik zo meteen mooi even het Valentijnskaartje schrijven voor haar. En die bosrode rozen halen. En mijn boekje lezen. Ik heb een kaartje geschreven. Die gaan in deze envelop. Ik denk dat ik maar 2 van deze mooie bosjes meeneem. Voor Valentijnsdag. All we need is love. En nu Luan halen. Daar is Luan weer. Hé, jongen. De meisjes slapen nog. Doe jij de deur open? Welkom, komt thuis, man. Leuk gehad op school? Ja. Hoi. Mijn vader en zoon hebben we lekker op de bank bijgepraat. Luan is gezonde snoepjes aan het eten. Ja. Genoeg treuven uit? Nee, ik ga straks verder hoor. Maar ik heb wat iets uitgekozen wat we vanavond gaan eten. Oh, ja. Heb je wel boontjes? Boontjes heb ik niet. Oh, dan kunnen we ook niet bootjes doen. Wel kippenpootjes, hè? Ja, lekker kippenpootjes in de oven. Kippenpootjes en wat nog meer. Aardappelschijfjes in de airfryer. Ja. En lekkere groentjes doe ik erbij. Een tomaatje met een paprikaatje. Nou, maar eens kijken of de prinsessen wakker zijn. Ja, die weer terug. Keurig, jongen. Ben je toch netjes, man? Voor wie heb je dat? Van papa? Nee. Hm. Altijd dat alles netjes is. Slaap nog. 4 uur 's middags, prinsessen. Jullie hebben diep geslapen. Het is 4 uur. We zijn het warme eten aan het klaarmaken. Komen jullie zo maar lekker naar beneden eten? Oké. Okay. Nou, zie je maar, Ina heeft gelijk. Dat middagslaapje heeft ze nog keihard nodig. Ik ga nog even verder met kokkerellen. Lekker geslapen? Wij hebben lekker geslapen. Nou, tafel is gelijk, denk eens. Alle kleuren zijn al een beetje lang geslapen, tot het avondeten. Ja, 4:30. Perfect hoor. Ja. Kom maar lekker aan tafel, prinsessen. Duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren en op ons belletje klikken. En morgen weer kijken. Morgen is avondeten, kijken. Doeg!